je infusieset inbrengen. Dit heb je nodig. Stap 1. De plek van je infusieset voorbereiden. Overleg met je zorgverlener welke plek voor jou het meest geschikt is om de infusieset te plaatsen en welke canulelengte voor jou het beste werkt. De infusieset moet op een plek worden geplaatst met wat meer vetweefsel. Houd ook rekening met waar je je pomp wilt plaatsen ten opzichte van je infusieset. Kies voor de infusieset een plek waar je kleding niet langs de infusieset schuurt. Kies ook een andere plek dan waar je vorige infusieset zat. Wissel van plek telkens wanneer je je infusieset vervangt. Vervang je infusieset minimaal elke 3 dagen. Was eerst je handen en bedenk waar je de infusieset wilt plaatsen. Gebruik een alcoholdoekje om de huid schoon te maken en laat de huid drogen. Stap 2. Je inserter voorbereiden. Controleer de vervaldatum en kijk of de verpakking en de infusieset niet beschadigd zijn. Verwijder het papieren deel van de verpakking. Verwijder de ronde beschermlaag aan de bovenkant van je infusieset. Druk op de knop op de bovenkant van de inserter om ervoor te zorgen dat deze klaar is voor gebruik. Houd vervolgens de inserter op de juiste plek boven de infusieset. Zorg dat de opening aan de onderkant van de inserter zich boven de lipjes op het plastic topje van de infusieset bevindt. Druk de inserter stevig op de bovenkant van de infusieset. Druk goed door totdat je hoort dat de infusieset in je inserter klikt. Haal de inserter met de infusieset uit de verpakking en controleer of de naald recht zit. Let er goed op dat je de naald niet aanraakt. Het is belangrijk dat deze steriel blijft. Verwijder de papieren achterkant van het zelfklevende gedeelte. Raak dit klevende gedeelte niet aan. Stap 3. Je infusieset inbrengen. Gebruik als het kan 1 hand om de huid op de plek waar je je infusieset wilt inbrengen strak te trekken. Met de opening aan de onderkant van de inserter kun je handig bepalen waar de insulinecartridge op je infusieset wordt aangesloten. Plaats met je andere hand de inserter op je huid. Als de inserter op de juiste plek zit, druk dan stevig op de knop op de bovenkant van je inserter. Blijf de inserter stevig op je huid drukken, zodat de canule goed kan worden ingebracht. De infusieset wordt nu geplaatst. Nu kan je de inserter verwijderen. Zorg dat je de inserter met een loodrechte beweging van je lichaam afhaalt, zonder te draaien of kantelen. Leg de inserter even aan de kant, maar pas op dat je de naald niet aanraakt. Wrijf voorzichtig over de zelfklevende randen rond je infusieset om er zeker van te zijn dat hij goed aan je huid is vastgeplakt. Als het zelfklevende gedeelte nu al loslaat, is de kans klein dat de infusieset 3 dagen goed blijft vastzitten. Verwijder in dat geval de infusieset en probeer het opnieuw met een nieuwe infusieset. Nu moet je de naald weggooien. Vergeet niet om je inserter veilig op te bergen. Die heb je de volgende keer weer nodig. Je bent nu klaar om je insulinecartridge te vullen.